Ambtenaren, RR-leden en particulieren in Albina worden getraind in communicatie, taal- en administratievaardigheden. De training die 5 maanden duurt, is om de dienstverlening in het grensstadje op een hoger niveau te tillen. We proberen dus zoveel mogelijk te werken aan de taalbarrière en de psychische barrière. Laten we beginnen met de eerste, taalbarrière te doorbreken. Het is gebleken dat heel wat jongeren en nu volwassen mensen ook, die hebben de school dus eigenlijk niet kunnen afronden vanwege een taalbarrière. Men was toen de tijd een beetje altijd bang om wat te zeggen, om zich te uiten, bang om uitgelachen te worden. Weet je, we hebben geënquêteerd en heel wat hebben aangegeven. Mevrouw, ik kon wel leren, ik begreep die dingen wel, maar ik was altijd bang om het te uiten. Ja toch? En dan verlaat zo iemand de school en dan is weer zonder diploma's, noem maar op. Nou, we hebben een aantal van deze mensen, jongeren, nu volwassenen ook. En we proberen dus op zo'n manier de trainingen, basis Nederlands, A, niveau B, niveau C, niveau D, om aan de barrières te werken. We hebben ook dus een basis communicatieve trainingen en administratieve trainingen. Stichting Dienstverlening aan Import en Exporteurs en Stichting Matifutego hebben samengewerkt aan deze capaciteitsversterking. Dit trainingsproject is een kans voor zij die willen. Na mijn school en na het gebeurtenis van Suriname ben ik nooit meer op een schoolbank gaan zitten. Het gaat meer om Nederlands. Vervoegen van woorden. Voor vandaag. Ik ga een voorbeeld nemen. Verkopen. Moeten we vervoegen. Ik verkoop. Jij verkoopt. Dus dat moeten we eigenlijk doen. Ik vind het van belang om mijn Nederlands een beetje op te graden. Ik werk op sociale zaken. En soms denk je, ik praat het Nederlands goed. Maar het zou ook kunnen dat je het niet goed praat. Dus dan ga je een beetje upgraden, een refreshment van het Nederlands. En ik denk dat het van belang is, voor mij althans, om mijn Nederlands een beetje bij te schaven en zo. Het commissariaat Marowijnen is zeer verheugd met het initiatief. De kosten voor accommodatie heeft zij dan ook op zich genomen. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.